Hoe verloopt de vuurwerkverkoop in Nijmegen nu het niet mag worden afgestoken? Waar heeft men in onze regio op gestemd in de top 2000? En rennende scholieren met kerstmutsen in het park. Sinds september 2020 heeft Nijmegen in de plaatselijke APV opgenomen dat het afsteken van vuurwerk het hele jaar door verboden is. Ook tijdens de jaarwisseling dus. Vervelend voor de vuurwerkfans, maar zeker ook voor de verkopers. Want verkoop van vuurwerk, dat is op landelijke regelgeving gebaseerd en is dus gewoon toegestaan. Ja, dat is natuurlijk heel krom. Mensen kopen dat om het af te steken. En die gaan heus niet met oud en nieuw buiten de grenzen om daar het vuurwerk af te steken. En misschien doen ze het hier en daar in de natuur of in de bossen, maar dat is dan weer heel slecht voor wilde dieren. Maar natuurlijk gaan ze dat afsteken. Ik begrijp niet dat er een vuurwerkverbod is. Nee, naar mijn mening is categorie 2 vuurwerk relatief veilig. Zolang het wordt afgestoken aan de hand van een gebruiksaanwijzing, een aansteeklont wordt gebruikt, een veiligheidsbril op is, dan moet dat gewoon kunnen. Dus ik begrijp het verbod niet. Begrijp je dat mensen zeggen vuurwerk moet niet worden afgestoken in verband met de dieren, de overlast die dat voor wilde dieren en huisdieren geeft? Ik kan me goed voorstellen dat mensen dat zeggen. Tegelijkertijd is het ook weer zo dat het blijft een traditie. Dat doen we al decennia lang. En het is maar één keer per jaar. Van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts mag je afsteken. Dat is een tijdsbestek van 8 uur. Ja, hoeveel overlast kun je daarvan ervaren? Blijf binnen met de honden, met de katten, met andere huisdieren. En dan heb je er ook geen last van, denk ik. Het vuurwerk is ontzettend slecht voor dieren omdat ze er ontzettend bang voor zijn. Dat geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor wilde dieren. Als je kijkt naar gezelschapsdieren, daar begint het al maanden voordat het oud en nieuw is, wordt er overal geknald en zitten honden trillend thuis of vluchten weg. Komen soms onder auto's daardoor, maar lopen ook echt trauma's op, dat ze niet meer de weg op durven bijvoorbeeld. Een alternatief zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een grote show organiseert als gemeente op een plek waar het geen kwaad kan. Maar je kunt ook denken aan een lasershow of een show met drones of hè, er zijn heel veel nieuwe dingen tegenwoordig al mogelijk waarvan het heel erg de moeite waard is om te kijken van is dat niet ontzettend leuk als alternatief voor de stad? Nou, naar mijn mening moet er in ieder geval geen algeheel verbod komen. Ik denk dat het verstandiger is als de gemeentes vuurwerkvrije zones gaat instellen om op die manier ervoor te zorgen dat ziekenhuizen geen last hebben van de overlast, bejaardentehuizen, et cetera. Zo hou je iedereen tevreden. Dan kan vuurwerk worden blijven afgestoken. En dan kunnen wij ook blijven doorverkopen. De natuur en het milieu hebben het zwaar. Dieren hebben het al helemaal zwaar met oud en nieuw. Maar er zijn ook heel veel mensen die er last van hebben. Elk jaar zoveel gewonden. Dat moeten we niet willen. Laten we van de oud en nieuw traditie voor iedereen een feest maken. Nijmegenaar Jeroen Lazeroom timmert aan de weg als muzikant onder de artiestennaam Jeroen Antoine. Zijn gokproblemen vormen inspiratie voor zijn nieuwe album Groter Dan. Inmiddels geeft hij workshops rap, werkt hij bij de buitenschoolse opvang en treedt hij op als muzikant. Maar als je beter naar zijn songteksten luistert, merk je, hij is van ver gekomen. Het team van beeldbrengers zocht hem op. Gambling addiction is not... 1 miljoen! Hallo, ik ben David van Beeldbrengers. Vandaag gaan we het hebben over online gok. Ruim 450 miljoen is al vergokt dit jaar door jongeren. Ik praat hier vandaag met Jeroen Antoine, die onlangs een album heeft uitgebracht over zijn gokverslaving. Jawel, that's me. Het scout, laten we naar binnen gaan. Je hebt geworsteld met een online gokverslaving. Kan je ons daar mee over vertellen? Eigenlijk een keer een avondje met vrienden weggezakt zat op het Waalstrandje. En daar ging een biertje rond, maar daar ging op een gegeven moment ook een telefoonscherm rond met online gokken. En ik dacht van oké, dat is wel interessant, ook omdat ik natuurlijk daarvoor dus al een beetje getriggerd was door de fysieke casino. Toen is het alleen maar bergafwaarts gegaan eigenlijk, ja. Wat waren de gevolgen voor jou? De gevolgen waren dus eigenlijk heel veel schaamte. Op het begin durfde ik het ook niet te delen met mijn naasten. Het heeft natuurlijk ook veel geld gekost. Ik heb ook een deel van de erfenis van mijn oma vergokt, wat natuurlijk ja, al helemaal heel veel impact heeft gehad op mij, maar ook mijn familie. Best wel heftig. Dus het heeft veel gevolgen gehad. Ik gok ook soms online. Waar ligt nou de grens tussen een echte verslaving en gewoon een spel?
als je met je maten naar het casino gaat en je hebt daar een hele leuke tijd, weet je, wie ben ik om jou dan daarvan te ontnemen? Maar ik denk op een moment dat het dus problematisch wordt dat je het gaat doen om geld te winnen, om je verdriet weg te werken of wat dan ook. Ja, dan wordt het een verslaving. Wat ik nooit verslaafd ga worden, maar misschien over 3 jaar of zo zit ik achter. Heb jij daar tips voor? Tip 1 is praat met je naaste. Tip 2 is ga naar je huisarts. En tip 3, ga naar de AGOG. De AGOG is een anonieme gokkersgroep waar je dus waar iedereen hetzelfde heeft meegemaakt en waar iedereen ook dwars door je heen kijkt, maar ook echt je supergoed advies kan geven en je helemaal begrijpt. Dankjewel. Ja. Jeroen, wat hebben we nou net opengekrast? Het is een stoplot en dat heb ik gecreëerd om eigenlijk jongeren bewust te maken over wat je kunt doen, stel dat je ooit verslaafd raakt, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld in hun familie iemand hebben die verslaafd is, want die worden vaak ook vergeten. Wat kun je doen als jouw familielid verslaafd is of een naaste van je? Ik ben erachter gekomen dat je met het gokken meer verliest dan dat je wint. Dus je kunt beter in jezelf investeren. Het Overbetuws College van BMW wil de tijdelijke opvanglocatie voor 120 vluchtelingen in Elst met 1 maand verlengen. Zij stellen de gemeenteraad voor om de locatie die sinds 1 november op bedrijventerrein De Aam opvang biedt aan vluchtelingen tot en met 28 februari open te houden. Op dinsdag 10 januari neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Ja, dit weekend gaat op NPO Radio 2 de populaire hitlijst de Top 2000 weer van start. De lijst van dit jaar is al even bekend. Op de website van het radiostation kun je ook per gemeente zien hoe mensen hebben gestemd. Hieruit blijkt dat er in onze regio toch nog best wat verschillen zitten in het stemgedrag tussen de diverse gemeentes. Is this the real life? Opvallende verschillen met de landelijke lijst zijn bijvoorbeeld de nummer 3 in Druten. Hier staat het nummer Avond van Boudewijn de Groot, waar deze landelijk op nummer 8 staat. Verder vinden we in de gemeente Beuningen het nummer Kronenburger Park van Frank Boeien op nummer 8. Terwijl deze niet voorkomt in de Nijmeegse of de landelijke top 10. In de Nijmeegse top 10 is het nieuwe nummer Noodgeval een uitzondering. De groep Goldband, die dit jaar flink aan populariteit won, staat daar op een 7e plek. Het Kandinsky College in Nijmegen organiseerde vrijdag een Santa Run. Dit deden ze om geld op te halen voor het goede doel. Kinderen renden met kerstmutsen op 10 minuten rondjes in het park naast de school. Nou, we hebben een Santa Run georganiseerd. Voorafgaand aan deze run hebben leerlingen allemaal geld opgehaald via een online systeem. En vandaag verzilveren ze dat eigenlijk door met z'n allen eigenlijk de run te doen. En dat is hier in het park hiernaast. En ze lopen eigenlijk een symbolisch rondje om het geld op te halen voor het goede doel. En welk goede doel is dat? De Stichting De Blauwe Ruiten. Dat is een stichting voor kinderen die het thuis financieel niet heel breed hebben. En op het moment dat er dan dingen zijn op school waarvoor zij geen geld hebben, dan springt eigenlijk de stichting in. En dat kan zijn een laptop voor school, dat kan zijn een fiets, maar dat kan ook binnenkort hebben een Ardennenreis. En dan springt eigenlijk de stichting in, want wij vinden gewoon dat iedereen alles moet mee kunnen doen op een school. En daarvoor zijn we echt heel blij dat wij dat geld kunnen ophalen voor deze stichting. Ik heb net nog gekeken, we zitten al op 18.000 euro. Dat is eigenlijk, we gaan richting een record, dus dat is echt fantastisch. Ja. Ja, dat geld ophalen om te doneren bleek voor de ene leerling wat lastiger dan voor de ander. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald voor het goede doel? Ja, niet zoveel, 45. Ja, onze klasse is van 2300 euro. En hoeveel heb jij eraan bijgedragen? Ja, maar 30. Jij hebt 1100 euro opgehaald voor het goede doel. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb doorgestuurd naar mijn vrienden en familie en gevraagd of die het ook door zouden sturen. En toen kreeg ik heel veel geld binnen en dan kon ik doneren voor de sponsorloop. Gelukkig vinden de leerlingen het goede doel ook erg belangrijk. Ja, heel erg. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk voor de kinderen die geen school hebben en gewoon daar geld voor op te halen.
Ja. Ja, dat wel. Maar we moeten wel een beetje andere mensen moeten doneren. Maar ja, dat doen ze niet echt. En ook over de Santa Run waren de meningen verdeeld. Vermoeiend. Ja, waarom vermoeiend? Ik heb niet zo'n goede conditie. Ja, het was heel leuk. Echt, ja, heel sportief ook. Ja, het was echt heel leuk. En de leerlingen kunnen ook wat meer doen dan alleen even dat rondje rennen. Ja, en wat wij doen, het is eigenlijk een beetje een gezamenlijk ding. Hè? Dus we trommelen eigenlijk alle collega's op. We hebben hier twee hutjes. Er wordt chocomel verkocht. Worden marshmallows gebraaid op het vuur. En dat doen ze allemaal met muntjes. En dat muntje kost 50 cent. En ook dat gaat naar het goede doel. Het is gewoon eigenlijk ook een soort van gezellige afsluiting van het schooljaar, van het kalenderjaar. Vandaag hadden we te maken met een groot regengebied dat over onze regio trok. Het begon nog droog, begin van de middag werd het kletsnat en momenteel trekt de regen weer noordwaarts weg. De rest van de avond blijft het droog en wordt het niet kouder dan een graad of 6. Morgen belooft nog best een aardige dag te worden. Een enkel buitje is niet uitgesloten, maar het zal toch voornamelijk droog blijven. En de zon komt ook nog eventjes aan de pas. Temperaturen morgen 11 graden. Tijdens de kerstdagen wordt de regen weer wat intensiever. Eerste kerstdag trekt er een regengebied over het land en op tweede kerstdag zal de regen vooral buiig zijn. Ook de dagen erna blijft het wisselvallig, maar het wordt wel iets kouder. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Dit was ook meteen de laatste voor dit jaar. Tijdens de feestdagen zijn we er even tussenuit. Maar via onze website blijf je natuurlijk gewoon op de hoogte van het nieuws in jouw omgeving. Vanaf maandag 9 januari zijn we weer helemaal bij je terug met onze dagelijkse uitzending. Vergeet volgende week niet naar ons jaaroverzicht te kijken. En dan wens ik je alvast hele fijne feestdagen en een goed 2023 toe. Tot volgend jaar.